Oud Kensington frontman Eloy Youssef en het orkest Camerata Zuid hebben groot nieuws voor hun fans. In het voorjaar van 2025 zullen ze extra concerten geven in Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Groningen. Het management van de artiesten kondigde deze uitbreiding aan na een overweldigende vraag naar tickets voor de reeds aangekondigde shows. Het nieuws komt nadat Youssef onlangs zijn terugkeer naar het podium aankondigde, na meer dan twee jaar afwezigheid sinds zijn vertrek bij Kensington. De aangekondigde concerten waren binnen de kortste keren uitverkocht, wat het enthousiasme van het publiek voor de comeback van Yousef en zijn samenwerking met Camerata Zuid duidelijk illustreert. Als reactie op deze enorme belangstelling heeft het management besloten om in elke stad waar ze optreden één extra concert toe te voegen, zodat nog meer fans de kans krijgen om deze unieke muzikale ervaring bij te wonen. De kaartverkoop voor deze extra concerten begint dinsdagochtend om 10 uur waardoor fans de mogelijkheid krijgen om hun plaatsen te bemachtigen voor deze zeer gewilde optredens. Voor velen is dit een langverwachte gelegenheid om Youssef weer op het podium te zien schitteren en de toevoeging van Camerata Zuid aan het optreden belooft een unieke en betoverende muzikale ervaring te worden. De aankondiging van Youssefs vertrek uit Kensington in november 2021 schokte veel fans, maar zijn terugkeer naar de muziekscène heeft velen weer hoop gegeven. Het afscheid van Youssef als zanger van Kensington vond plaats tijdens een gedenkwaardige show in 2022, waarna de band een pauze nam van optreden. Tot op heden heeft Kensington nog geen nieuwe frontman gevonden, maar Youssefs solo bieden fans de kans om hem opnieuw te zien schitteren op het podium.